De man die maandagmorgen om het leven kwam bij een woning aan de Groesbeekseweg is mogelijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat meldt de politie. De identiteit van de man is vooralsnog niet bekendgemaakt. In de woning waren verschillende aannemers aan het werk. Rond 11 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Een half uur later meldde de politie dat de man was overleden. De opgeroepen traumahelikopter ging onverrichte zaken terug naar zijn basis. Het grootste schilderij van Nijmegen van schilder Paul van Ernig is sinds zaterdag te zien in de Stevenskerk in Nijmegen. De Nijmeegse kunstschilder viert zijn 25 jaar vakmanschap met een grote tentoonstelling in de Stevenskerk. Bij de opening van de expositie werd het grootste schilderij van Nijmegen onthuld. Paul schilderde het enorme olieverfschilderij dat de mythe van Icarus verbeeldt op een doek van 4,5 bij 2,7 meter. In de week van 23 tot en met 27 oktober wordt het asfalt op het Keizer Trajanusplein in Nijmegen vernieuwd. De werkzaamheden vinden maandag tot en met donderdag nacht plaats tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deze nacht is het Keizer Trajanusplein grotendeels afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de S100 omgeleid. De wegwerkzaamheden zijn voorafgaand aan het groot onderhoud aan de Waalbrug gepland en volgen elkaar op om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Daarom wordt ook zoveel mogelijk in de avond en nachten gewerkt.